Nederlanders, het meest tolerante volk op aarde. En nog is het niet genoeg. Leer mij de Nederlanders kennen, hoeft natuurlijk niet. Ik ben er zelf eentje. Ja, ik ben niet anders dan jullie. Nee, ik ben ook een Nederlander. Ja, ik lijk meer, dat geef ik toe. Maar dat speel ik, dat is een rol, dat is theater. Ik ben ook gewoon een heel gewone Nederlander. Echt niet anders dan jullie. Als ik zeg maar in de gelegenheid zou worden gesteld op een mooie zomeravond op mijn wachtpostje in Irak een achterlijke Iraakse jongen een afgeketste kogel in de rug te schieten. Nou, ik zou ook niet aarzelen. Maar ik ben niet anders dan jullie. Nee, dat doe je toch voor als soldaat iemand een afgeketste kogel in de rug schieten. Ja, dan ben je in één keer iemand. Ja toch, vroeger was het wie Erik wie, Erik wie. Nou is het Erik oh. De Telegraaf maakt dat soort mannen groter dan ze in werkelijkheid zijn. Dat doet de Telegraaf ook al vanaf 1940. Het valt trouwens helemaal niet mee hoor, iemand een afgeketste kogel in de rug schieten. Je kunt dat veel beter gewoon rechtstreeks doen. Want de kans, zeg maar, als je dat afgeketst probeert, dat je zomaar voorkomen dat je, zeg maar, de verkeerde onschuldige voorbijganger treft. Dat is gewoon te groot. En dan komen ze terug en dan krijgen ze een medaille. En dan denk ik, waarvoor? Waarvoor in godsnaam? Volgens mij was het voor ons afgelopen jaren in dit land gevaarlijker dan voor hun in Irak. Wij verdienen die medaille dat we hier, zeg maar, het land hebben verdedigd. Toch godverdomme niet te halen. Het land is bijna in oorlog. Waar is het leger? Op vakantie! Sinds we met een dikke reet in de zon, akelige losers. En nou zijn ze in Afghanistan. Ook een eclatant succes. De helft is al gesneuveld. Door vijandelijk islamitisch vuur. Nee, zandvliegjes. Zandvliegjes. Tjonge jongen, en dan heb je verkeerde materiaal. Hè? Want een zandvliegje en een tank, ja, dat win je niet. Blijf nou stilzitten, blijf nou stilzitten. En je moet gewoon slachtoffers maken in een oorlog. Zoals je ook aan eigen kant slachtoffers moet toelaten. Ik bedoel, oorlog is voetbal. Ja, en dan tellen tweede plaatsen niet. Wie weet zich hier nog te herinneren wie de tweede is gewonnen in de Tweede Wereldoorlog? Niemand.